Ik ben vandaag naar het Gentse Universiteitsmuseum geweest en daar heb ik iets heel raar gezien. Een foto van de kop van een hondje dat in twee gezaagd is. En dat deed me denken aan het hondje van Carmen, Neroken. Oh nee, Neroken is met zijn kopje op de kettingzaag gevallen. Sorry Carmen.